U begint nu met de rondleiding. Tijdens de kruistochten en heroveringen van Spanje hadden de Spaanse leiders een manier nodig om het volk te herenigen. In 1478 vroegen ze de paus om goedkeuring om met de Spaanse inquisitie te beginnen. Ik vind het jammer dat er geen goede uitleg wordt gegeven. Shock and awe, zouden de Amerikanen nu zeggen. Met deze tactiek had Rome de halve wereld veroverd, van Schotland tot Irak. De Podcatcher begeleidt u bij uw rondgang door deze tentoonstelling. Er bevinden zich drie toetsen op het apparaat. Met de linkertoets zet u het volume zachter, met de rechtertoets zet u het volume harder. In deze aflevering nemen we u mee naar Zuid-Limburg. Een gebied dat zich kenmerkt door zijn glooiende landschap. De grootste stad is Maastricht, een stad die bekendheid geniet tot ver over de landsgrenzen. Daarnaast is Limburg natuurlijk bekend dankzij zijn jaarlijkse carnaval. Slim om eerst even over het feestje te kletsen. Je kunt daarna in een ontspannen sfeer doorvragen naar zijn vriendin en zijn wens om bij haar te blijven slapen. Kijk maar eens hoe de vader van Tyro dit doet. Het is van belang het verband niet te sturen. Er komt dan aan de ene kant van het verband een andere spanning te staan dan aan de andere, waardoor drukverschillen ontstaan. Dat was de start voor een nog steeds voortdurende enthousiaste samenwerking tussen kennisinstituten, boeren, natuurorganisaties, staatsbosbeheer, gemeenten en inwoners van het Westerkwartier met als gezamenlijk doel de verbetering van het gebied.